Nou, dat ding is heel diep. Echt super diep. En ik heb er nou even water in gegooid. Helemaal vol met water. Misschien lok ik hem naar boven. Ik denk, loop ik even door. Wacht ik eventjes. Loop ik door. Zie ik in één keer. Oh ja, hier weer zo'n gat. Maar een iets kleiner gaatje. En toen zag ik er eentje verderop. Ik denk, nou, dan moet dat er ook een zijn. Nou, hier weer een gat. Met zoiets wat erin zit. Volgens mij zijn het kreeften. Maar ik weet niet zeker. Knap, hè? Nou, ik ga nog even een stukje die kant op. Even kijken wat er bij die planten is. Maar verder zie ik niet veel aan leven. Hier stinkt het wel een beetje. Ah. Nou, hier is niks zo te zien. Nou, ik zeg wel niks, maar ik zie in de verte weer van die bultjes. Even kijken, nou zie ik het in één keer. Hier. Alweer zo'n bultje. Wat erin zit, ik weet niet. Misschien zit hij er wel onder. Misschien kan ik hem nog net zien. Oh, hij heeft hem dichtgemaakt. Hij heeft hem zelfs helemaal dichtgemaakt. Knap, hè? Hier nog meer. Kijk, ze maken hem zelfs helemaal dicht. Ongelooflijk. Eens kijken wat eronder zit. Wat erin zit. Ik ben zo bang dat het bijten kan. Ik ben zo bang. Nou ben ik zo nieuwsgierig, hè? Wat het is. En daar zie ik er nog één. Daarachter zie ik de grote. En daar zie ik er nog één. Die graven ze er helemaal in. Nou, wat dat voor een beest is. Geen flauw idee. Hé. Hey. Dat is apart. Een dinges met een stuk beton eraan. Dat vind ik apart. Dan vraag ik me af. Wat zou erin zitten? Maar ik wil het ook niet weten. Nou, even verder kijken. Wat het is? Ik heb het nog nooit gezien. Ze maken het zelf dicht. Nou, eentje nog kijken wat erin kan zitten. Nee, laat het niet zien. Hij gaat helemaal onderin zitten. Volgens mij zijn het grote kreeften. Nou, daar nog even kijken. Wat grappig, hè? Dat heb ik nog nooit gezien. Nou. Zo zie je maar weer. De natuur is een wonder. Nou, ik ga nog even kijken bij mijn watergaatje. Kijken wat er gebeurt. En anders, als het vandaag niet te veel gaat regenen. Maar ze zijn de hele ochtend, kijk, ze zijn de hele ochtend alweer aan het nevelen. En volgens de Fullerton Informer doen ze het juist omdat het dan niet gaat regenen. Dus ze doen het expres. Want eigenlijk gaat een regendruppeltje zich binden aan een woestijnkorreltje of een zandkorreltje. En dan wordt hij zwaar en dan valt hij naar beneden. Maar als er te veel deeltjes in de lucht zijn, ja, dan wordt het korreltje nooit te zwaar en dan krijg je dus geen regen. Zo werkt dit een beetje. Nou, ik ben heel benieuwd wat in die gaten zit, hoor. Ik word bijna nog vandaag, maar ik ga eerst even kijken, overal, voordat ik in actie kom. Water zakt wel iets weg. Nee, hij komt niet omhoog. Nou, dan kom ik hier morgen even met de schep terug. Als er geen duizenden liters regen vallen. Maar ga er maar vanuit dat ze proberen dat het niet gaat regenen. Want schaarste en problemen, dat zijn hun oplossingen. Dus dat is hem alweer. Toedeledokie.